De bekende Belgische contentcreator Asset, wiens echte naam Nathan van der Gunst is, heeft in korte tijd meer dan 110.000 euro weten op te halen via een succesvolle crowdfundingsactie. Dit gebeurde nadat hij eerder deze week veroordeeld werd tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een boete van 800 euro. Daarnaast moet Asset een schadevergoeding van 20.000 euro betalen. De veroordeling volgde op het feit dat Acid vorig jaar de namen openbaar maakte van leden van een studentenvereniging die betrokken waren bij een ontgroening waarbij een student het leven liet. Opmerkelijk is dat het oorspronkelijke streefbedrag voor de crowdfunding, namelijk 20.000 euro, binnen één dag al ruim overschreden is. Op de crowdfundingpagina deelt Acid mee dat hij een bestemming heeft gevonden voor het extra geld. Hij verklaart: bij een overschreden bedrag gaan de funds naar de Sanda Dia Foundation, indien het bestuur hiermee instemt. De tragische dood van aankomend studentenlid Sandadia als gevolg van de ontgroening veroorzaakte in 2018 aanzienlijke maatschappelijke ophef. De lage straffen die later aan de daders werden opgelegd, zorgden eveneens voor veel verontwaardiging. Assets' betrokkenheid bij de zaak heeft nu niet alleen geleid tot juridische repercussies, maar ook tot een opmerkelijke golf van steun van zijn online gemeenschap. De beslissing van Asset om het overtollige geld te doneren aan de Sanda Dia Foundation benadrukt zijn streven naar rechtvaardigheid en bewustwording rond de gevolgen van ontgroeningen in studentenverenigingen. Het feit dat hij dit initiatief neemt, zelfs na zijn eigen juridische strijd, werpt vragen op over de verantwoordelijkheid van sociale media-invloed op gevoelige kwesties en de rol die online platforms spelen in het aan de kaak stellen van onrechtvaardigheid.